Hey, hallo allemaal. Dit wordt echt een hele smerige uitzending, hoor. Ja, maar gaat het ook allemaal zo goed met jullie? Zo. Dus, ja, ik heb vandaag... ik heb mezelf verkocht. En ik weet mezelf te verkopen. Dus ooit heel lang geleden, die vroeg aan mij, wat wil jij eigenlijk gaan doen voor een baan? En toen zei ik tegen hem, ik wil halve dagen werken. Waarop hij mij smalend aankeek en zei van ja, dat geloofde je zelf? Dat zei hij niet, maar fraserend. Nou, dat viel inderdaad wel tegen. Man, ik heb wel 80 uur in de week gewerkt. Ik heb zelfs... ik heb een keer het langste was. Het is morgens om 7 uur dat je uit de veren springt. En dat je aan één stuk doorwerkt. Dat was op een dinsdag, volgens mij. Of was het nou een woensdag? Nee, het was een woensdag. Dus woensdagochtend... was ik heel vroeg opperd. Huppakee aan arbeid. Dat mag vrij. En donderdag. Om 6 uur 's avonds. Stond ik whisky te drinken. In Café de Vlater. Dat heet nu anders. Maar toen heette het Café de Vlater. Toen had je ook nog van die lekkere whisky. Maar ja, vroeger was alles beter. Dus woensdag op donderdag heb ik niet geslapen. Nou, wel ietsje. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Kijk, dat is geen halve dagen werken, dacht ik. Hè? Maar inmiddels, ja. Ik kan niet zeggen dat ik een fulltime baan heb. Het gaat om door voor 32 uur in de week. En aan de andere kant. That ain't working. That's the way you do it. You get your money for nothing. And your checks for free. Nou, dat is geen werken, man. Het is meer opletten. Heel alert zijn. Lichaamstaal uitlezen. Goed luisteren. Je bek houden. En goed nadenken over je eerstvolgende vraag. Ja, je kan wel anekdotes lopen vertellen. Weet je wat ik heb meegemaakt? Dat is niet zo interessant als je aan het werk bent. Verkopen, daar gaat het om. Hoe moet je verkopen? Ik begin met een anekdote van een man en die komt uit Heidelberg, uit Duitsland. En zijn moeder is een Amsterdamse. En die heeft gewerkt voor Emil Ratelband. En die had een poffertjeskraam in Heidelberg. Dat moet in Heidelberg geweest zijn. En hij was dan in de bediening. Nou, dan ben je verkoper, hè? En in de bediening doe je helemaal niks. Je moet het verkopen. Er is een product en dat moet verkocht worden. En in de bediening ben jij de verkoper. Hij begrijpt dat goed. Nou, en dan was het volgende aan de hand. De hele boel was schoon. En er waren helemaal geen klanten. En toen kwam Emile. Moet je nou zeggen, want je schrijft Emile, maar je zegt Emile. Zo, hè? Ja, maakt niet uit. Maar meneer Emile. Waarmee ik ook nog een keer in levende lijven... in een bioscoop heb gezeten.
voor de nieuwste James Bond film. En hij zat helemaal in zijn eentje. En de bioscoop was nogal leeg. En ja, ik zat er met mijn vrienden en een vrouw met een BH-cup van 80D. Die netjes opgemaakt was. En lekker rook. En mooie kleedjes aan had, die ik had betaald. Dus in die zin, ik ken hem een beetje. Ja, en die gozer die ik dus ook ken, die vertelde me, die Emil Ratterband, ik vind het een nare man. Ik zal je uitleggen. Ik was daar dus in de bediening en toen zei hij tegen mij, ga schoonmaken. Er waren maar geen klanten. Ga schoonmaken. Toen ben ik gaan schoonmaken. Toen heb ik inderdaad een paar dingen schoongemaakt. En die waren allemaal schoon. En ik denk, nou is het schoon. En toen kwam die weer op me over. Zei die, hey, ik heb je gezegd, ga schoonmaken. En toen dacht ik, dan ga ik nog één keer controleren. Dan vond ik nog wat dingetjes. Dat kan ook wel schoon. Ik moet even niezen. En dan kan andere dingetjes ook nog wel schoon. Maar nou is echt niks meer schoon. Vuil, dus niks meer schoon te maken. Dan zei hij, dan ga ik weer gewoon staan. Achter de toonder. Huh? En toen kwam Emile weer naar voren. In een kantoortje zat hij achter of zo. Hè? Zich natuurlijk dood te erger aan het feit dat zijn prachtige product niet gegeten werd door al die hongerige Heidelbergers. Maar verdorie, die Heidelbergers, die moeten toch wel een beetje. Schiet hem op. En toen heeft hij die vent een schop onder zijn kont gegeven. Dan praat ik Frans of zo. Wat je kan zeggen is dat Emil Ratterband niet helemaal heeft uitgelegd waar het om gaat bij het verkopen. Kijk, die man, dat is een kennis of een vriend van mij. Hij moet die klanten naar binnen lokken. En als een ding nou helemaal vol zit, een restaurant, hè? Helemaal vol zit met mensen, ja, dan wil niemand daar naar binnen. Oh, die is veel te vol. Nu gaan we naar onder. En als er helemaal niemand is, dan is het juist fijn om daar naar binnen te gaan. En dan krijg je meestal een plekje aan het raam. En dat is ook juist zo'n fijn plekje. Daar gaat het om. En die moet die mensen naar binnen lokken. In die leegte. Maar in die leegte, het moet niet zo zijn dat die mensen binnenkomen. En van, is er nog een belletje? Ding, ding. Weet je, gebeurt er hier wat? Nee, je moet zorgen voor levendigheid. Ook al zijn er geen klanten. Dat is juist, als het maar levendig is. Het moet levendig zijn. Er moet van alles aan de hand zijn. Nee, maar zijn ze altijd bezig, joh. Oh, die. Dan hoeven de mensen niet te weten dat het toneel is. Het gaat erom dat het zo is. Dat mensen aantrekt. Van, oh, hey, maar er is een meneer en die is allemaal aan het schoonmaken. Het ziet er ook heel schoon uit. En ja, Henk, zullen we even binnenkijken? Hoppakee, de eerste en gelijk aan het raam. Want hier is het schoon en gezellig. Die uitstraling moet je geven. En dat trekt mensen aan. En dat trekt precies de mensen aan die je graag als klant wil. Ik denk als ik in die rol had gestaan, hè, van die vriend van mij, hè, dan was ik naar achteren gelopen en had ik netjes aan Emiel gevraagd. Van Emiel, wat zal ik gaan schoonmaken? Wat wil je nou? De vloeren aflikken? Wat zal ik nog meer doen? Ik zou vragen om instructie. Ik zou het wel snappen. Ik
denk ik, in die dagen. Nee, als je baas tegen je zegt dat je wat moet doen, dan moet je dat doen. Ga maar schoonmaken. En ja, ga maar glazen poleren, bijvoorbeeld. Werk veel. Je gaat de vensterbank even stofvrij maken. Ja. In de vensterbank staan misschien van die bloempotten. Ja, eventjes, dat is altijd wel wat schoon te maken. Oh, er ligt een dode vlieg. Oh, maar goed, de klanten het niet hebben gezien. Dat is altijd wel wat. Maar je moet bezig zijn. Snap je? Je moet jezelf tonen. Oké, en dit was dan de verkoper in, ja, achter de toon, hè, de toon, hè, de balie of zo, hè, zo'n ding. De barhouder. De bediening in het restaurant. En hoe je dat doet. Hey, ik heb gewerkt in een pannenkoekenrestaurant. Ja, we konden er de klok op gelijk zetten. De eerste zonnige dag. Dan had je geen klanten. De tweede zonnige dag had je volle tent. De eerste regenachtige dag had je geen klanten. De tweede regenachtige dag had je volle tent. Dus dat werkt anders. Dat was op Schiermonnikoog. En iedereen moet wat te vreten hebben. Ja, en dan maar naar het pannenkoekenhuis. De Sapkoem. En daar hoef je niet te verkopen. Ja, daar word je, ja, daar. Ja, dat wordt natuurlijk wel nee, dat wordt niet of nauwelijks verkocht, man. Al die toeristen stromen binnen en die denken, nou, we gaan hier maar een beetje lopen sapkoemen. Dat is een hele eenvoudige keuken. En goed, hoor. Ik heb er altijd lekker gegeten. Hollandse biefstuk, Duitse biefstuk. Die Jozef Guy cognac. Daar werd de biefstuk mee geflambeerd. Lekker, jongen. Oui, oui, oui. Jozef Guy. Dat is de allerklotigste cognac die er is, maar dat is wel lekker. En dan vlammen met die handel. Hè. Ja, ik heb menige biefstuk zien gaan. In menige biefstuk in vlammen op zien gaan, als het ware. Maar er kwamen bijna geen eilandbewoners van Schiermonnikoog. Voor wie dat niet weet, is een eiland. Maar de eilandbewoners gaan daar niet per se. Nee. Het is meer voor de toeristen. De dagjesmensen. Maar heb je zo'n tent zoals aan een winkelstraat? En die had Emil Raterband. Ja, dan lopen daar mensen voorbij en die kijken door de ruiten naar binnen. En als ze honger hebben. Ja. En ze willen beweging zien. En dat het schoon is. Het is hier heel schoon, hoor. Dat je een lege tent hebt, dat betekent niet dat je een slecht restaurant bent. Het betekent dat je in de fase zit dat het binnen gaat stromen. En de eerste komt de eerste. En oh, ik weet het voor. Oh, nee. Oh, die. En dan zit de hele tent vol. Dat is een leuk nummer van die katholieke band. Die koorknaapjes. De Rolling Stones. Start Me Up. Ja. Verkopen. En dan de volgende. Je hebt een. Zoiets simpels als een kledingzaak. Zullen we dat doen? Ja, een kledingzaak. En jij moet verkopen. Ja.
dan ben je aanwezig. Hè? Maar je hoeft niet op te vallen. Hè? Als je daar gaat lopen schoonmaken in de kledingzaak en je gaat met ammonia. Je maakt nog even. Dat kan dus niet. Dat trucje gaat niet op, maar in de kledingzaak heb je wel altijd dingetjes te doen. Schoonmaken is ook mooi maken. Er is altijd wel wat te doen. Iets kan altijd wat mooier zijn. En je bent als verkoper, een lege winkel, je gaat het alleen maar mooier maken. En als het allemaal mooi gemaakt wordt, dan ben je klaar. Dan denk je, ja, dan ben je klaar. En dan ga je het nog mooier maken. Dus dan ga je wat anders uitproberen. Dan denk je, van, ja, is het misschien zo mooier? Weet ik veel wat. Je gaat van in de etalage, ga je van die etalagepoppen verschuiven. En dan ga je weer even buiten kijken van, ja. Ja, die bruine jurk rechts en dan die blauwe links. Wacht eens even, ik heb nog die... Ik loop nog even naar binnen. Snap je? Dan gaat de etalage, daar ga je bezig mee zijn. En ook de etalage schoonmaken, dat mag. Mag je best met een emmertje, huppakee, en dan gaan we even de etalage. Je hebt wel overgehold. Ja, die rare spinnetjes, je weet maar nooit waar ze zitten. Of met een zwiveldoekje, huppakee. Lekker schoonmaken, gewoon bezig blijven. En die activiteit achter de ramen, die trekt de aandacht. En dan komen mensen naar binnen. En dan zeg je heel vriendelijk, goedendag. Goedemorgen. Goedenavond. Dat ligt maar aan. Wel dat je in de gaten houdt wanneer het goedemorgen is en goedemiddag. En dan kijk je. Dan kijk je. Het moet met je ogen. Met je ogen moet je kijken hoe ze antwoord geven. Kijken ze terug? Reageren ze op je? Of lopen ze naar binnen als een stelletje Abramov tanks met 3000 euro op zak? Dat die vrouw voorop is van Henk, we hadden afgesproken 3000 euro en ik mocht kiezen. Dat is zo'n getergde vrouw. Die van de poen af moet. Die van de man haar poen af moet. Mijn man is te rijk. Ik moet mooiere kleren. En dat moet 3 ruggen gaan kosten. Dus, en zo iemand die kijkt misschien zo schichtig op saai of zo. En dan die man die komt erachteraan en die zegt, goeiedag. Stijl. Ik noem maar wat. En wat doe je dan? Regel 1, niet mee bemoeien. Blijf in het zichtveld van die mensen. Dus die mensen die gaan bij vak C3 staan. En dan denk je, oh potverdorie, ja, als ik dan hier in de etalage bezig blijf, dan zien ze mij niet staan. Dus dan moet ik nu iets gaan doen. Net als een spin. Langzaam naderbij kruipen. En jij blijft maar ordenen en herrangschikken. Het maakt geen donder uit. Er liggen wel hesjes, allemaal van die blauwe. En die liggen netjes van licht naar donker. Maar eigenlijk moet je, nou, weet je wat, ik doe het nog eventjes wat netter. Gewoon voor de gein. Het toneel heet dat. Theater. Ja, als je helemaal niks wilt doen, dan moet je naar Benidorm gaan. En zeuren om een cola met rum. Als je aan de verkoper bent, ben je aan het werk. Dus dan ga je in de buurt van die mensen zijn. En je hoeft ze helemaal niet af te luisteren, daar gaat het niet om. Je kijkt naar die lichaamstaal. Dat is alles. Want je kent die mensen niet. Het enige dat je weet is dat die man die heeft die poen. Dat zal wel weer zo zijn.
Vanwege dat feminisme, snap je? Die man heeft al dat poen. En die vrouw die wil mooie kleren. Ja, ik schets maar een omgeving. Hè? Nou, en jij zorgt ervoor dat je in de buurt bent. En je ziet de verhouding tussen die twee mensen. Met hoe ze... Ja, hoe ze in het leven staan op dat moment, terwijl ze aan het kopen zijn. En wat gebeurt er eigenlijk? En op het moment dat een van die twee, stel het is een man en een vrouw, dat die een vraag heeft. Dan draait zo iemand zich om. En heel toevallig sta je daar. En dan gaan we luisteren. Want ze hebben een vraag. Snap je? Je vernedert jezelf. Daarmee word je onzichtbaar. En je doet je dingetje. En dan wachten of ze bijten. En als er een vraag wordt gesteld, dan richt je helemaal op en dan neem je dat heel serieus. En dan moet je als de tering gaan nadenken. Wat is het antwoord? En meestal als je een vraag krijgt van een klant, dan... Nou, meestal, ja, in 100% van de gevallen is het zo dat als een klant wat aan je vraagt, dat dat onvoldoende informatie is voor jou om gelijk tot de deal over te gaan. Kijk, in een snackbar is dat anders. Dan staat iedereen in de rij en dan staat die man zo, ja, wie is de volgende? Nou, en dan stel je hem, hoppakee. Ja, dat is makkelijk verkopen. Maar in het echt is dat niet zo. Hè, mensen hebben een vraag. Dan moet jij met vragen komen. He, wat je kan beantwoorden, moet je beantwoorden. En als de gierende, stinkende meter, ga nadenken over jouw vraag. Maar hoe zit het hiermee? Nou, u wil wel een AK-47. Ja, dat zijn toch... Ze zeggen dat het onderhoudsongevoelig is. En dat is niet echt zo. Dat u dat wel weet. Nou, u wil graag een AK-47. Dat... Right, dat is geen probleem. Dus, ja. We hebben ze... hoeveel? Hè? Kijk, dat zijn goede vragen. Goed met je klant meedenken. En jezelf onderwerpen aan het proces van verkopen. En niet nadenken over welk product je verkoopt. Verplaats jezelf tot een bankier. Je laat het geld stromen. Je laat het in elk geval stromen. Want het heeft geen enkele zin dat iedereen zijn eigen geld op de bankrekening houdt. Dat geld moet stromen. Door het plastic verbruik per hoofd van de bevolking in China, dat ligt 100 keer zo hoog als in Nederland. Ja, daar kunnen we toch wel wat aan doen. Nou, verkoop dan die shit. Ha, 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 ha. Dat laatste was echt waar. Ha, 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 ha. En het plastic verbruik in China is heel wat hoger dan hier in Nederland, hoor.
Ik denk dat Nederland een der meest economische landen ter wereld is. En ik denk ook dat ik weet waarom. En dat het te maken heeft met geografie. Net als Israël. En Amerika. En daarvan de Westkust. Wij verkopen, dus die mensen komen binnen, dan zeg je alleen maar goeiedag. En je houdt ze in de gaten en je zorgt dat je en je moet niet naar ze kijken, want er is een zenuwachtig van, hè? Maar je moet bezig zijn met je ding en je moet je hele lichaam laten kijken naar die mensen. En je kan ook kijken met je oren, hè? Je oren kennen ook kijken. Je hoeft niet te luisteren naar wat ze zeggen. Niet af te luisteren, maar je hoort die klankjes. Dan kan je het inschatten. Hoe het zit. En ook al kan je voor jezelf besloten hebben van nou in 98,98% van de gevallen loopt dit stel gewoon weer de deur uit. Maar dan nog, er is een klantbinding. En dat zien andere mensen weer. En dan komen die weer binnen. En dan krijg je druk. Maar je trekt die boel aan. Met je aanwezigheid. Met je niet aflatende aanwezigheid. Je bent aan het werk. Als verkoper. Om ervoor te zorgen dat die economie een beetje doorstroomt. Zodat dat flapgeld een beetje stront. Want anders zitten we helemaal in de stront. Als er geen geld meer wordt uitgegeven, je kan wel zeggen, ja, er zijn alleen maar stomme dingen te kopen. Ja, ik zal zeggen, wat moeten we anders met die stomme dingen doen? Hè? Ja, ze zijn toch al gemaakt. Ja, verkoop het. En als je daar bovenop iets wat ik ook Thierry Baudet in de oren wil prenten, het is handel uit medelijden. Of wees de rode vlag van de toreador. En de toreador, die heet medelijden. Olé. En de stier, dat zijn de psychopaten. Die zijn blind. En dat zijn stieren ook, hè? Die ken niet goed kiek. Yo, de kunst van het verkopen. Ik denk dat ik het goed heb uitgelegd. Het telefonische verkoop. Ja, let op je woorden. Maar dan moet je ook bij de lichamelijke verkoop. Dus dat je jezelf loopt te verhoeren. Bij een of andere kledingwinkel. Maak helemaal geen donder uit. Voor mij wordt het speelgoedwinkel. Het is hartstikke leuk, man. En die hele speelgoedwinkel ligt vol met van die plastic shit, zooi. Wat moet je ermee? Nee, die mensen moeten naar binnen gelokt worden. En die kinderen moeten lekker... Ja, mama, ik wil een lasergun. En nu met mijn werk ook. Als je één keer weet hoe je moet verkopen. Je moet je als verkoper verkopen. Je moet jezelf verkopen. Dat is wat die mensen zoeken. En die mensen hebben waardeloos geld. En ze krijgen waardeloze shit mee.
En het fijne was het contact met die hoer. Die prostituee. Die de hele boel voor de gek hield. En dat ben jij als verkoper. En als je dat proces snapt, dan ga je de telemarketing in, dan ga je alles in. Echt maar. Zelfs outbound. Waarom niet, joh? Even de regeltjes leren. Ja, ik ben gezakt voor... ik wilde het outbound gaan doen. Outbound telemarketing. Dat kan je doen vanaf huis. Je moet dan eerst een paar weken naar het centrale centrum in Nijmegen. En dan word je beoordeeld. En dan ben je bij de club of niet. Of zo. Ja, ik wilde wel bij de club. Het leek me hartstikke leuk. Ah, daar ben ik gezakt voor. Ja, voor het tentamen. Ik wist niet genoeg van simkaarten. Ik wil er ook helemaal niks van weten. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat even zo'n simkaart. Ja, ik heb er wel één, maar het interesseert me helemaal niet. Ik hou me daar niet mee bezig. Een stukje karton of zo. Maar als je nou wel in die business zit en dat je weet wat een simkaart is, dat je ook, dat je er ook zelf ervaring mee hebt, ja, je wil toch wel lekker internetabonnementje, lekker kunnen streamen, en dan dit en dat is, dat je ervaringsdeskundige bent. En dan met methode à la Perry. Uit medelijden. Ja, die mensen die kopen een smartphone en het slaat helemaal nergens op. Dat is onzin. Je kan net zo goed Maria-plaatjes gaan kopen. Dat verkochten ze vroeger. Of stukjes van dat kleed van Turijn. Die andere bitprintjes. Dat je maar kijkt naar een beeld. En niet naar elkander. Er is een heel mooi... Dat vind ik prachtig. Dat komt uit het boeddhisme. Van Siddhartha. Siddhartha was een aristocratische zoon. En die zou het helemaal boeden. En die had een hele mooie vrouw. Maar toen kwam hij voor het eerst... Hij was verdwaald. Ik weet niet hoe het zat. Maar hij kwam buiten de stad. En toen kon hij niet meer terug. Hij kreeg gewetensvroeging. Hij is nog teruggelopen naar de stad. En hij heeft tegen zijn wettige echtgenoot gezegd. Scheiden, dat is niet aan de orde of zo. Ik ben niet boos op je. Ik ben helemaal niet ontevreden over het leven in de stad. Ik kan er niet meer zijn. Ik moet terug. Naar daar waar de nokbalk is gebroken. Dat is waar ik thuis hoor. Maar dat is het boeddhisme, dat is Siddhartha de Boeddha, die heeft dat gezegd. En zijn vrouw, en dat is opgetekend, die was heel teleurgesteld over het bericht. En ze heeft gezegd, volgens de schrift, ik heb hem nog nooit zo stralend gezien. Net alsof hij een zonnetje was. Ja, dat is mijn broer. Hè? Dat is pre-Christus. Nou, en daar is een beweging uit ontstaan. Die beweging is geïnfiltreerd door Babylon.
Of hoe ze maar, de globalisten. De Jesuits. Maar niet huis, hè. Er is een mooi verhaal van een man. En die ging naar een boeddhistische priester. Of een bishop. Een voorganger. En hij vroeg om inzicht. En die man, die slachtte. Dat was zijn werk. En hij gaat naar die leraar toe. Op vakantie. En wil waarheid horen. Hij hoort de waarheid. En hij begint te huilen. En hij zei tegen die leraar. Ja, verdorie. Op deze manier ben ik mijn baan kwijt. En nu ik snap wat jouw waarheid is, ben ik mijn baan kwijt. En wat moet ik nu doen? Voel je hem? Waarop die leraar zei, hoezo ben jij je baan kwijt? Ga maar lekker door. Met deze kennis. Dus, don't panic. Van verlichting. Jij hebt nooit iets fout gedaan. Dat is iets wat ik... mijn dochter zou willen vertellen. Ik ben het niet eens met haar... modieuze gedrag. Ik vind mode... een stupide... onzinnig, moet ik ook zeggen. Maar ze heeft niks fout gedaan. Ik zou niet weten wanneer. En datzelfde geldt voor haar moeder. Dat heet medelijden. Dat ik dit zo kan zeggen. Die twee, die spik en span, die hebben mij meer dan €200.000 gekost. En ik weet niet hoeveel uur aan gezeik en getreiter en gemier en geklaanzaak. Dat is empirie. Dat is de werkelijkheid. Maar zo denken wij niet. Niet degene die overleven. Wiens taak het is om te overleven. En een groot voorbeeld van een overlevende is de persoon die wij fantaseren bij de mythe van de gebeurtenis. Dat is een overlevende. En zo moet jij zijn. Gelijk hem. En er zijn van die katholieke idioten. Die ga ik ook in het kruis hangen. Serieus, dan gaan ze zichzelf geeselen. Zo. Dat doe ik ook een bloed. Gewoon flikker toch op me. En dat gaat over verkopen. Hè? Dat moet je doen vanuit Christus Jezus.
Zo verkoop je, jongen. Er komen zelfs moeders met kinderwagentjes van... Oh, ik moet ook nog eventjes aan mijn mannen geven. Maar mag de wagentje even blijven staan? En dan ben ik zo terug. Dat gebeurt dan, hè? Dat is pauze. Verkopen is magie. En meer niet. Dat is tovenarij. Er gebeurt veel meer. Kijk, die rotzooi die geproduceerd is in China, dat kost allemaal geen drol en we maken het uit. Dat geld wat we hebben, dat staat helemaal nergens op. Dit is, een printer is er ergens in Heidelberg. En, kling, ding, 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 ding. En daar doen we het mee. Het zijn voedselbonnen. Auschwitz, Marx. Maken. Auschwitz, maken. In Auschwitz hadden ze een valuta. De Maus. De Mark, sorry. De Auschwitz, misschien. Mark Auschwitz. Maus. Zo. Daadwerkelijk. Ze hadden in Auschwitz een supermarkt. En dan kun jij zeggen, ja, maar dat was echt een hele klote supermarkt. Nou, dan zeg ik tegen jou, dan moet je eens even afwachten hoe klote de supermarkt toekomstig wordt. Want wat is er eigenlijk nog te vreten? Wat er daar ligt op de schappen. Het is wel teringduur, dat wel. Het hele punt is... Als jij een goede verkoper bent, dan geef je momenten, de momenten waarop een stijl of één iemand of wat dan ook. Ja, die moet van zijn poen af en die moet van die rotzooi kopen. Wat het is, maakt niet uit. Een Siankali pasti of zo. Wat willen ze eigenlijk? Ja? En dat je dat moment dan een goed moment maakt. En dat jij dan ook heel tevreden bent over de manier waarop je het hebt aangepakt. En dat die persoon heel tevreden is over de manier waarop die is behandeld. Van nou, in die winkel, daar word je echt heel fijn behandeld. Ja, dan ben je van je poen af op een leuke manier. AUB. En niet dat je... Hè? Het tegenovergestelde heb je dus ook. Het zijn vervelende klanten. Van Wim Kruidentuin is er zo een. Vervelende klant. Ik was met Wim Kruidentuin naar Elt. En ja, ik spreek geen Duits. Ik verzoek het ook niet. Het helpt mij niet verder in mijn taalontwikkeling, want ik hou niet van naamvallen. Ik hou namelijk niet van vallen. Ik vind het verhipt verwarrend. Met de dier... Duits, dat is Latijns-Nederlands. Ja. Latijns-Nederlands. En net zo goed dat Engels, dat is Latijns. Sommige beesten in Frans ook. En ik hou niet van Latijn. Ik vind het klote taal. Serieus. Het is een hele beperkende taal. Nederlands daarentegen is zo vrij als een vogeltje. En wij moeten Nederlands gaan verkopen. Daar krijgen we niet voor betaald. Hier. Op de Haaretz. Hier in de Haaretz krijgen we daar niet voor betaald.
En niks is zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Niks is zeker. Waarschijnlijk. Word je dat hierboven? In de Hashemayim. De grote reiniger. Want het maakt niet uit wat voor puin op het woordje. Nee, als het echt te erg wordt, dan ruim ik het zelf weer op. Het is degene en die laat ons puinhoop maken. En als het te erg wordt, dan denk ik van, nee, ik kan nog een beetje erger. Nee, dan heb ik je. En dan... Dat is de Hashemayim. Dat is de big eye. Be afraid. Very afraid. Dat was George Orwell. Die heeft dat gezegd. Hey, goed. Afrondend, hè? Jij ziet jouw rol in het geven van dat je precies op tijd bent. Dat heb ik ook. Dat doe jij. En als er problemen zijn, dan zeg je, oh, maar het erg. Nee, maar er is een probleem. Nou, dan moet ik nu een aantekening maken. En ja, dan heb ik gegevens nodig. En waar kan ik u bereiken? Want ja, verdorie. Dat hebben we hier niet. En dan maak je er een probleem van. Dan heb je een telefoonnummer. Ja. Ik ga liggen op het prikbord. Dat is fijn. En je geeft die mensen ermee plezier. Omdat je ze terugbelt. Omdat je zegt van, nou mevrouw, ik heb het nagezocht. En het zit zo en zo en zo. En ik kan ook nog iets voor u bestellen. En zegt u het maar dit is het antwoord. Nou, al wordt het niks, maakt niet uit. Maar zo'n wijf die lult dat door. Nou, maar als je daar een vraag stelt, dan bellen ze je echt terug. Hoppakee. Dat is verkopen. Maak mensen gelukkig. Geef ze troost. En ze moeten toch van dat flapgeld af om die kutspullen te kopen. Die gaan allemaal weer kapot. En dan kan Perry en zijn boswachter. En ik kan dan weer lopen opruimen. Daar maak geen donder uit. Be afraid. Very afraid. En daarna lekker aan het werk. Hè, Vlerk? Dag lieverds.